Ja, we staan hier in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Wat is er zojuist gebeurd hier? Ja, er is een vredeszuil onthuld. Het is vandaag de Internationale Dag van de Vrede. Het is eigenlijk een heel mooi moment. Er staan over de hele wereld zo'n 250.000 zuilen. Allerlei prachtige plekken om die boodschap uit te dragen. We hadden er al eentje sinds 2002. Stond er 20 jaar als een vervanging toe. En de lokale gemeenschap van Bergendal heeft ervoor gezorgd dat we dit cadeautje kregen. Zojuist is de vredeszuil, de Peace Pole, onthuld op het terrein van het Vrijheidsmuseum met een boodschap op die zuil. En dat is: mogen vrede heersen op aarde, of in het Engels, may peace prevail on earth. Er staan er momenteel meer dan 250.000 zuilen over de hele wereld. En dat is toch wel heel groot als je bedenkt dat dat door één meneer een idee kreeg en dat het dan inderdaad over de hele wereld verspreid raakt, deze vredesboodschap. Ja, nu beseffen we eigenlijk nog veel meer. Ik heb er net ook even aan gerefereerd buiten, dat het niet meer het simpele vredesbegrip is van de duif en er is geen wapengekletter. Dat we heel goed snappen dat het woord vrede veel breder is. Als er mensenrechten onderdrukt worden, is er geen vrede. Dan kan er wel geen wapengekletter zijn, maar dan is het toch niet goed.